nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Mir sehr gefallen. Wie oft hat schon zur Winterzeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. En de mensen hebben heel erg goed naar elkaar geluisterd over of we wel of geen auto's door de Schutterstraat moeten vandaan komen. Dat is op dit moment rijden geen auto's doorheen. En we hebben vandaag van elkaar gehoord of we vinden of we wel of geen auto's doorheen moeten. Er is nog geen eenduidig besluit. Er komt nog een vervolgavond. Maar mensen zijn wel dichter bij elkaar gekomen. Ze hebben goed naar elkaar geluisterd. Er zijn nieuwe inzichten op tafel gekomen. Volgens mij zijn mensen heel tevreden over hoe de avond verlopen is. En dat er echt naar hun inbreng geluisterd is. En u bent van Beter Besluit. Wat is dat voor een organisatie? Beter Besluit, dat is een methodiek hoe je met elkaar besluiten kunt nemen waar niemand meer een bezwaar tegen heeft. Het gaat uit van consent en consent betekent geen bezwaar meer. Gemeente Almelo die heeft voor ons gekozen om te kijken of dit een manier is om met burgers burgerparticipatie te gaan doen. En dit komt vanuit het Democratic Challenge Festival. En daar zijn allerlei vernieuwende ideeën om de democratie te verbeteren. En wij vinden het heel belangrijk dat iedereen mee mag praten. Niet alleen de meeste stemmen gelden, maar alle stemmen gelden. Nu het Glazen Café Bornebroek. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij het Glazen Café editie 2016. Voor het vijfde jaar alweer is hier het Glazen Café Bornebroek. De DJ's zijn er klaar voor, de prins is er klaar voor. Maar voordat we gaan beginnen met de opsluiting, heb ik uit de cafetaria speciaal voor jullie laten overkomen nog even een paar patatjes. Lekker, lekker. Gaat er altijd in. Lekker. Prins Rob de Eerste, ik zou zeggen, sluit ze op. Ja, dat gaan we doen. Heren, als eerste natuurlijk een woord van dank en een woord van waardering voor het feit dat jullie dit jaar weer acte de présence willen geven om het Glazen Café te gaan presenteren. En we zijn weer enorm blij dat ook dit jaar de plaatselijke ondernemers op de plaatselijke goede doelen gesteund worden, zo moet ik het zeggen. Dit jaar maar liefst 10 doelen, heb ik begrepen. Ja, het zou natuurlijk prachtig wezen dat die ook allemaal dat bedrag kregen wat ze ook graag
ja, willen hebben, waarvoor ze hebben ingeschreven. Maar ik denk dat het moment van opsluiten dichterbij komt. En dat, ja, moet nu maar eens gaan doen. Wij gaan die kant op. Ja, de DJ is ik zou zeggen, Prins Rob, nog een laatste woord. Oké, doei. Ziet er knus uit hier, moet ik ook zeggen. Ja, zeker. Geen eerderswaren onder tafel. Nee. Helemaal niks. Heren, wij wensen jullie enorm veel succes de komende dagen. Zondagavond haal ik jullie er weer uit. We hopen dat er enorm veel mensen deze kant op komen en dat ze hun plaatje aanvragen. En dan met elkaar zorgen dat er een machtig mooi bedrag van maakt. En ik ben enorm benieuwd hoe dat zondagavond wat voor bedrag op we gaan uitkomen. Ik ga jullie nu definitief opsluiten. Hey, bedankt. Ja, Rob, bedankt. Dan gaan we nou daadwerkelijk echt de deur zit dicht. De sleutel gaat erin. En dan gaat het gebeuren. Sander, take it away. Nu het Glazen Café Bonnebroek. Voor en door Bonnebroek. Ja, en dan nu voor Prins Rob de Eerste, die nou het eerste geld al heeft gedoneerd. Helene Fischer met de Ademloos Door die Nacht. Is een organisatie die ook op zijn gevoel afgaat, die ook op zijn partners. En kunnen we iets met elkaar bereiken? En ik denk dat dat eigenlijk vanaf het eerste contact
met het sportbedrijf, met Kevin, met Erik, eigenlijk wel goed zat. En dat we samen wisten van laten we dit eens verkennen om hier iets moois neer te zetten. Nou, vervolgens zijn Cas en Nicole, die ook Bounce in Deventer runnen, zijn erbij gekomen omdat zij zeg maar even de ogen en de oren van deze vestiging worden. En ik denk in die mixer hebben we met elkaar iets neergezet ja, waar we nu al trots op mogen zijn, maar wat denk ik ontzettend veel potentie heeft. We zijn begonnen in Deventer en dat zal een andere manier. Dit is een mooie accommodatie, wat je al zei, in een sportpark. We zijn een paar weken druk bezig geweest met klussen. En hebben ondertussen al gemerkt dat het sportbedrijf het heel leuk en mooi vindt. Dus we doen heel veel voor ons om ons eigenlijk al te helpen bij alles wat hier moet gebeuren. Gisteravond gingen wij hier weg en toen dachten we van nou, er zal nog wel wat moeten gebeuren. En vanochtend kwam ik hier en nu ziet het er allemaal weer helemaal strak uit. Ik vind het ook wel moedig dat in deze tijd als een ondernemer zegt van hier gaan we voor. En naast het feit dat ik sport in mijn portefeuille heb, maar ook gezondheid, maar ook welzijn. En deze drie elementen, ik verbind ze heel erg graag aan elkaar, want het hoort ook bij elkaar wat mij betreft. Maar ik vind ook dat ze geweldig bij elkaar komen. De openingshandeling wil ik springen, maar het springen laat ik graag aan de jonge lui over. Gegeven het feit dat ik vandaag nog een volle agenda heb, lijkt mij dat veel te goed. Ja, ik geef u de schaar en dan zal ik daarna mijn kinderen die zullen dan om te springen. Goed. En, ja, zal ik dan... Heb je het zo met? Kom op. Ja. Ja. Ik zal knippen. Ja. Heel vast. Even een beetje spanning erop met je glimlachen. Ja, gaan we knippen. Oh, dat is wel heel goed. Ja. Ja, super. Dank u wel. Ja, dank u wel. En dan de jonge lui gaat springen. Succes. Zo is dat. Dank u wel. Ik ga nog helemaal klaar. Hier, kijk eens. En ik zou zeggen, doe even je sokken uit, schoenen uit. Ga maar een beetje hier vooraan zitten. Dit is wel fantastisch. Kan jij hier een salto doen vooraan? Ja? Je doet dit goed voor allemaal hoor. Ik heel goed voor allemaal. Oké. Kijken we nog meer van dit soort dingen in Almelo, denk u? Nou ja, wij zijn afhankelijk van de initiatieven die genomen worden. En ik vind dit prachtige initiatieven. Daar waar wij eraan bij kunnen dragen, zullen we dat zeker doen. Mooi. Ja hoor. Mijn taak is om de bonnen die in de pakketten zitten, om die in de pakketten te doen. Met het briefje, een begeleidend briefje dat van Nomineske afkomt, het pakket, en van de boodschappenmand. En waarom die naam Nomineske ook? Nou, omdat het toch behoefte is aan gevers van het geld, zodat wij die pakketten kunnen vullen en de bon kunnen geven. Die willen niet bekend worden. Die willen op de achtergrond blijven. En het bestuur van Nomineske ook. En hoe is het vanmiddag gegaan met al dat inpakken? Ging heel vlot. Je ziet dat het elk jaar beter gaat. Het waren nu 300 pakketten. Dat is een record. Meestal hebben we zo tussen de 200 en 250. Maar het ging heel snel. Het liep gesmeerd, om maar zo te zeggen. En waar gaan al die pakketten nu naartoe? Die gaan naar mensen die door de sociale dienst van de gemeente Almelo zijn geselecteerd. Mensen die in de bijstand zitten, met 4 jaar in de bijstand zitten met kinderen. Alleenstaande gezinnen. Dus eenoude gezinnen. En de pakketten gaan naar opgaven van adressen door de diaconie van de protestantse kerk hier in Almelo. En opgaven van de boodschappenmand. Dus ze zijn nu ingepakt en nu komen de rijders. Die brengen 8 of 9 pakketten rond en dat moet allemaal vanavond gebeuren. Nu, hier is het gebeurd en we wachten op een paar rijders en dan sluiten we het hier af.
De voorbereidingen voor de lichtjestocht op kerstavond in het Beeklustpark zijn in volle gang. Het is de zesde keer alweer en donderdagavond was de passenavond in het Scoopgebouw aan het Hedemanplein. Vanavond zien jullie een heleboel mensen die hier allerlei kostuums aan het aanpassen zijn. En het is voor een lichtjestocht die wij op 24 december in de avond gaan organiseren. Bezoekers zijn van harte welkom om daar naar het Beeklustpark te komen en om deze mensen in Bijbelse taferelen te zien en te vertellen de geboorte van Jezus. Wat kunnen de mensen nu verwachten als ze dus zeg maar naar het Beeklustpark komen op 24 december om 6 uur? Nou, zij worden verwelkomd door muziek, door kerstliederen en zij gaan via de inschrijftafel waar ze hun naam mogen noemen, komen ze naar binnen en dan komen ze langs de herberg en ze komen langs de herders en ze horen de engelen zingen en komen uiteindelijk terecht bij de stal waar Jozef en Maria en het kindje Jezus daar ligt. En als ze de route na 45 minuten hebben gelopen, dan kunnen ze op het veld een kopje koffie of chocomel nuttigen. En ook daar zal een koor met mooie kerstliederen het geheel versterken. Het begint om 6 uur en tot 7:30 kunnen mensen binnenkomen. En dan kunnen ze in 45 minuten ongeveer de route lopen. Wij zijn blazers, wij maken muziek bij de lichtjestocht. En wij zijn van Vaderkerst Wilhelmina uit Almelo. En we zijn gevraagd om mee te doen met de lichtjestocht. Dan hoorde ik ook nog een hartekreet. Zijn er al een Jozef en een Maria en vooral een kinderke Jezus? Ja, nou die hartekreet, dat klopt. We zijn echt nog op zoek naar een Jozef en Maria en een klein babytje. Die ons tijdens het kerstlichtjestocht komt versterken. Wie organiseren dit? Nou, er zijn een aantal kerken betrokken. Het is oorspronkelijk 6 jaar geleden is het door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt opgestart. Maar al vrij snel hebben wij dus bij andere kerken ook steun gezocht. En is het nu zo dat er door de bron wordt medewerking verleend, door de Christelijk Gereformeerde Kerk, door de ontmoeting, door de Pnio-kerk. Verschillende kerken die al of door figuranten of door op andere manieren aan de catering meehelpen. Dus het is ondertussen een interkerkelijk geheel geworden. Daar zijn we heel blij mee. Ja, en niet alleen de kerken doen mee, maar ook zeg maar koren en muziekkorpsen. Ja, dat klopt. En we hebben zelfs dit jaar voor het eerst de midwinterhoornblazers die de lichtjestocht openen en deze ook sluiten. Dus dat is inderdaad waar dat wij elk jaar op zoek zijn naar een koor. Elk jaar is dat ook een ander koor. En dit jaar is het Soul with a Spirit uit Borne die de medewerking verleent. En nou we hopen dat het een beetje koud weer is, hè? Als het koud weer is, is het hartstikke gezellig en het mag geen nat weer zijn. Want bij echt nat weer, dan moeten we helaas de tocht afblazen. Helene, dankjewel voor het werk. En ik wens je nog veel succes met deze expositie. En ik vind het heel mooi dat we dit hebben hier in de winter in Almelo, in het Kunstdorp. Dank jullie wel. Ik heb me laten inspireren door het torentje en de klokkentoren. En die heb ik eigenlijk 8 keer gemaakt. En de kloktoren, in plaats van dat de wijzers in de kloktoren ronddraaien, laat ik nu alle kloktorens ronddraaien. En het kost ongeveer 1 minuut. Voordat hij om zijn as is. En op het moment dat de avond valt buiten, zo rond een uurtje of 4, dus nu, dan gaat het licht aan en dan wordt elk torentje even een moment in het licht gezet. En daarmee kom je eigenlijk bij de thematiek van mijn werk, wat gaat over tijd en het moment en dat mechanische kloktijd wat anders is dan persoonlijke tijd. Ik heb de kunstacademie in Arnhem gedaan en mijn master in Utrecht gevolgd. En u komt uit Notter? Ja, klopt. Ja. Er komen beroemde mensen vandaan, zoals, hoe heet zij ook weer? Johanna die... Terstegen. Ja, en ooit was er een schilder. De meester van de beesten, hoe heet hij? Ja, klopt, ja. Ik kan niet even op zijn naam komen. Van Krechten, is het niet Van Krechten? Ja, zoiets, ja.
Heeft u dit hier ter plaatse gebouwd of is dat voorbereid? Nee, ik heb thuis de voorbereiding gedaan. Ik heb het hier wel in elkaar gezet. Dus, en dat kost ook nog even tijd. Hoe wil je het neerzetten? Hoe benut je de ruimte? En ja. Zie, is dit de Wall of Fame van bekende Almeloers. Dit is gewoon een collage. Kijk, want Piet Talamin is natuurlijk niet geboren in Almelo, maar het is wel een bekende Almeloer. Dus dit is even een collage. Voor de rest moet je geboren zijn in Almelo. Ik heb, om het verschil te laten zien, dat het echt bijzonder is dat je in je paspoort hebt staan geboren in Almelo, heb ik hier ook alle bekende Hengeloers bij elkaar gesteld. Dan kun je zien dat het echt, hij lacht erom, maar noem eens een bekende Hengelo op. Die is er gewoon niet. Mijn naam is niet de broer van. Ik ben Jos Swinkers, ik ben ondernemer en ik ben Almelo geboren. Niet de broer van. Nog iets meer? Zo. Hij heeft mooi wegwezen. Ik heb hem. Dankjewel. Nou, natuurlijk super cool om tussen al deze grote sterren te staan. Dat is wel een beetje onwerkelijk natuurlijk, maar wel heel erg cool. Ben je blij dat je in Almelo geboren bent? Ja, natuurlijk. Anders was dit natuurlijk niet allemaal gebeurd. Dus daar ben ik wel heel trots op. Wie is jouw grote voorbeeld? Nou, Ilse natuurlijk. Ja, ja zeker Ilse. Wel echt, echt heel cool. Ja. Ik wil je complimenteren met een hele goede wedstrijd van jouw team. Ondanks dat je met 3-0 hebt verloren. Nou, dat heb ik niet gezien. Nee, ik vond dat we slecht gespeeld hebben. We hebben slecht geserveerd, slecht gepaast. Aanval was onder de maat. Nee, dat was een dikke onvoldoende. Jullie maken meer foutjes dan de tegenstander, want de tegenstander kon je daar bijna niet op betrappen. Ja, maar dat heeft dus met ons te maken dat we te weinig servedruk hebben en dat onze paas niet goed is. En als die twee dingen in het vrouwenvolleybal onvoldoende zijn, dan speel je slecht en dan krijg je zulke wedstrijden. Maar ja, toch in het begin van de eerste en de tweede set ga je ontzettend goed mee. En dan ja, op het einde van die sets, dan ga je eigenlijk pas in de fout. Ja, maar dan is het ook wel redelijk belangrijk. Hè? Want het is net een paard op een renbaan. Je kunt de hele tijd voorliggen, maar het gaat om dat je bij de finish voorligt. En toen waren we nog niet in de buurt van de finish. En als je dan de derde set bekijkt, hè, dan denk je van nou, dat laten ze lopen. Want het verschil is op een gegeven moment 6 punten. Maar dan kom je toch weer terug tot 17-17. En dan, dat bedoel ik dus met het compliment aan jouw ploeg. Nou, daar ben ik ook dankbaar voor, maar ik heb dat niet gezien. Ik heb niet gezien dat we goed gespeeld hebben, dat we een compliment verdienen. Ik vind dat we veel beter kunnen en veel beter moeten. Wat ga je eraan doen voor de wedstrijd volgende week in Tsjechië? Daar ga ik over nadenken. Dus dat betekent dat je nog puzzelen moet? Nou, puzzelen. We moeten kijken hoe we weer in het juiste ritme kunnen komen. Hoe we de dingen die we kunnen op de mat brengen, op de vloer brengen. En dat hebben we niet gedaan. Dus daar moet hard aan gewerkt worden door het team. Bedoel je dat je het niveau wat je in competitiewedstrijden toch langere tijd vast hebt gehouden, weer wilt proberen naar boven te krijgen? Ja, maar stel als tegen Sliedrecht, dat is ook een sterk team, zijn we ook kansloos. Dus we zijn slecht tegen sterke teams die iets sterker zijn dan wij. Tegelijkertijd teams komen met onze service wel weg. Maar nu komen we onder druk te staan en hebben we het heel erg moeilijk. En dat is echt iets waar ik me zorgen om maak. Daphne Knijf, ik heb net met de trainer gesproken. En die vonden het geen goede wedstrijd, maar ik ben het niet met hem eens. Nou, we hebben betere wedstrijden gespeeld. Vooral serveren lieten het een beetje liggen. Waardoor hun heel sterk konden spelen en wij voorspelbaar moesten spelen. Maar we hebben zeker geen slechte wedstrijd gespeeld. Nee, ik vond vooral die eerste 2-6 deden jullie fantastisch mee. Alleen op het einde van de set laat je het dan even lopen. Dan is die kracht er niet meer. Nou, ik denk niet dat het per se met kracht te maken heeft. Maar dat we dan geen fouten meer willen maken. Maar juist doordat we geen fouten willen maken, wel fouten maken. Omdat we met minder lef gaan spelen. Wat vond je van de tegenstander? Ik vond een goede tegenstander. Ze hebben veel hoogte. Ze zijn snel. Die libero heeft echt heel veel ballen. Maar ik denk zeker dat we in Tsjechië wat terug kunnen doen. Want het is niet onmogelijk om van hun te winnen. Volgende week woensdag moeten we er weer staan. Nou, we hebben nog 7 dagen om ons voor te bereiden. We hebben nu tegen ze gespeeld. Voor deze wedstrijd hadden we geen goed beeld vast. En nu hebben we dat wel. En ik hoop dat we dat gewoon goed gaan gebruiken. En volgende week woensdag gaan knallen in Tsjechië.
Hierdoor betekent heel veel voor mij. Het is nu een deel van mijn leven, een heel groot deel. Ik sta er mee op, ga er mee naar bed. Ik train elke dag, dus ja, het is een heel groot deel van mijn leven. We hebben je afgelopen zaterdag aan het werk gezien in de ISPA. Dat waren de jeugdkampioenschappen, ja. Voorbereidend op de Europese kampioenschappen. Ja, het was het Nederlands kampioenschap teams. En ja, dat is weer voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Hoe oud ben je en in welke gewichtsklasse judo jij? Ik ben 16 jaar en zit in de leeftijdsklasse onder 18 jaar in min 50 kilo. In België was in Lommel, dat is een internationaal toernooi. En daar heb ik alles goed judo gewonnen en een mooie eerste plaats behaald op sterke bezet toernooi. Je wou eigenlijk zeggen, daar heb ik iedereen goed verslagen. Ja, dat kan je wel zeggen. De finale, zelfs die won je? Ja. Die ging ook heel goed. Ik had goede pakking, telkens goed tempo en daarmee heb ik de goede partijen beslist. Is het nu zo dat jij op dit moment kans maakt om naar het Europees kampioenschap te gaan? Ja, vorig jaar heb ik mij via de Europese ook al geplaatst voor het Europees kampioenschap. En dit jaar wil ik me weer plaatsen voor het EK, maar ook voor het WK en de Jeugd Olympische Spelen. En wat moet je daar allemaal nog voor doen dit jaar, voordat het zover is? Daarvoor moet ik me plaatsen voor de Europa Cups. Nou, daar ben ik mee goed op weg. En dan, als ik op de Europa Cups dan goed presteer, dan word je uitgekozen voor het EK, WK en EOF. En hoe groot is die kans? Hoe groot acht je zelf die kans? Nou, vorig jaar was al alleen het EK. En toen heb ik het al gehaald als tweedejaars. Nu ben ik laatstejaars. En ja, dan wil ik, ik denk dat de kans wel groot is dat ik gewoon alle drie ga halen. Zijn er veel jongens van jouw leeftijd die aan judo doen? En hoe ligt die sterkte ten opzichte van het buitenland? Nou, in Nederland is het op zich best wel sterk bezet. Judo is wel een deel van, is wel een grote sport op zich nog in Nederland. Maar ja, in het buitenland is het soms nog wel veel groter. Het is wel echt sterk bezet. Je krijgt ook allemaal Japanners, Azerbeidzjanen allemaal. Dat is echt sterk, ja. Nou is het niet alleen maar op de mat vechten met een tegenstander. Maar we zijn hier in jouw krachthonk. Vertel daar eens iets over. Ik train elke woensdag bij Heroic. Dat bevalt me heel goed. Dit helpt ook bij aan mijn krachtontwikkeling. Hier word ik heel goed begeleid. Zodat ik me sterker word en meer kan me sterker voel voor de wedstrijden. Wanneer zijn die Europese kampioenschappen en waar zijn ze? Het EK is komend jaar in Litouwen. Het is in juni. Train je per week? Ik train 8 keer in de week ongeveer, ja. En ook overal in Nederland eigenlijk. Ik treed in Heerenveen, in Papendal, Enschede, Almelo. Dus ja, zo zie je ook wel heel wat. Wie is jouw trainer? En ben je tevreden over hem? Nou, mijn trainer is Siach Kooijman. Daar ben ik heel tevreden over. En hij steunt mij overal in en begeleidt mij heel goed. Met andere woorden, een fantastische kerel. Ja, zeker. Een fantastische trainer. Ik wens jou ontzettend veel succes op weg naar de Europese kampioenschappen. En daarna naar de wereldkampioenschappen. Ja, heel erg bedankt.